Welkom, dit is ADO TV met deze week een voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Willem II. Co Adriaanse over het kerstboomsysteem. De opening van de zonneinstallatie. En Vito Wormgoor in de Club van 100. Maar eerst kijken we hoe het gaat met Marco Gentile. Marco Gentile, oudspeler van ADO Den Haag en Willem II. Ooit begonnen bij ADO. Hoe kijk jij terug op die periode? Natuurlijk, daar is het allemaal begonnen. Ik heb daar natuurlijk een fantastische tijd gehad. Ik heb ook mindere tijd gehad. Hè. Het waren best wel ups en downs. Hè. Maar de mooie tijd, die overschaduwt toch wel. Dus daar pak ik wel de... Dat is gewoon een hele mooie club. Met name toen in het Zuiderpark. Ja, daar is het allemaal in principe begonnen, ja. Wat voor positie speelde je bij ADO? Nou, in principe was ik centrale verdediger, maar ik heb ook linksback gespeeld onder het team wat we nu hier achter hebben. Daar heb ik ook als linksback gespeeld. Ja, ik denk ik doe dat maar, want ik maakt niet uit, ik moest erbij komen. Dus toen werd ik ook wel eens linksback gezet. Maar normaal, daarna ben ik op centrale verdediger, was natuurlijk wel mijn kracht, zeg maar. Is er iets qua sportief hoogtepunt dat er echt uitspringt in de ADO-periode? Nou, we zijn toen gepromoveerd. Hè, moet ik even terug in de tijd. Dat is 88-89 werden we tweede in de competitie. Toen was ik 18 jaar in principe. Dus ik was eigenlijk een jonge jongen die erbij kwam. En dat was mijn eerste jaar. En dat was onder deze trainer, Co Adriaanse. Werden wij tweede. En dat gaf ook recht op promotie, gaf dat. Toen gingen we naar de Eredivisie. Dat is wel een mooi moment in die tijd. Daarna heb ik toch ook wel een mooie tijd gehad met Lex Schoenmaker. Waar we het ook heel goed deden in de nacompetities. Op één punt niet gepromoveerd. Dus dat was ook een heel mooi moment. Je gaf hem aan, Co Adriaanse trainer toen. Later bij Willem II ook tegengekomen. Wat voor man was Adriaanse als trainer? Ja, Adriaanse was natuurlijk een fantastische trainer. He, eiste heel veel het uiterste van spelers. He, op dat gebied ben je mentaal gewoon getest. Moest je gewoon dat mentaal moest je aankunnen, anders viel je gewoon af. Daar heb ik persoonlijk heel veel van opgestoken. Goede trainer die is duidelijk, kan communiceren. En dat soort dingen, ze uitleggen, waren altijd onderbouwend. Net zo hoe die op tv in Studio Sport, elk verhaal kan hij onderbouwen. En dat vond ik altijd een enorme kracht van hem. Op woensdag 9 december is de zonneinstallatie op het dak van het Kyocera Stadion officieel in gebruik genomen. De installatie is met zijn 2900 panelen een van de grootste gebouwgebonden zonne-energieprojecten van Nederland. Eneco investeerde in de ontwikkeling, realisatie en het beheer van de installatie. De gemeente Den Haag stelde het dak van het stadion beschikbaar. Kyocera heeft de zonnepanelen geproduceerd en geleverd en maakt hiermee haar entree op de Nederlandse markt voor zonne-energie. We vroegen aan Etienne Hendricks hoe bijzonder deze dag is voor de naamgever van het stadion. Ja, het is denk ik bijzonder voor Kyocera. Omdat het een heel mooi project is wat we hier in Europa neerzetten. Met Kyocera-panelen op een voetbalstadion. En natuurlijk niet zomaar het voetbalstadion, maar ook het Kyocera-stadion. Ja, dat maakt het wel heel bijzonder. En voor mij persoonlijk iets waar ik al heel veel jaartjes mee bezig ben in mijn gedachten, zeg maar. En samen met, wat ik al eerder zei, een heel mooie groep van andere bedrijven. Het zag er naar uit soms dat het niet door zou gaan, maar uiteindelijk is het gerealiseerd. Dus hartstikke mooi project. Als gebruiker van het stadion is dit ook voor ADO Den Haag een belangrijk moment. Ik denk dat ADO Den Haag zich echt wil profileren als een voetbalclub waarbij duurzaamheid, MVO heel hoog in het vaandel staat. Dat doen ze al op heel veel andere manieren met ADO in de maatschappij. Dit is een project wat hier zeker in gaat bijdragen. Oh.
onze wedstrijden beleef je niet thuis op de bank, maar in het stadion. In de tweede helft van het seizoen staan nog 9 mooie thuiswedstrijden op het programma. Waaronder tegen Ajax, Twente en AZ. Met een halve seizoenclubkaart geniet je de hele tweede seizoenshelft van de geweldige sfeer in het Kyocera Stadion. Je hoeft geen losse kaarten meer te kopen en je bent goedkoper uit. Bestel nu je halve seizoenclubkaart simpel online en beleef de sfeer in het stadion. Henk Vreeser, afgelopen vrijdag 3 punten bij AZ uit. Zie je nog verbeterpunten naar aanleiding van die wedstrijd? Nou, als je puur sec naar de wedstrijd AZ kijkt, dan daar waar ik in een aantal wedstrijden kritisch was op de verdedigers, vind ik dat we nu kritisch mochten zijn op de aanvallers. Ik denk dat we voor rust op zijn minst 0-2 en eigenlijk misschien wel 0-3 voor hadden moeten staan. Dus dat was nogmaals wel een punt van kritiek, omdat dat vonden zij gelukkig ook. Maar ik denk dat dan in het algemeen men al anders naar deze wedstrijd had gekeken. Nu zeggen men al heel snel AZ was slecht. Ja, ik denk dat wij het beter hadden kunnen invullen. Ik vind ons de terechte winnaar. En dat had gedeeltelijk wel te maken met wat AZ er tegenover kon stellen. Maar ik vind ook weer een wedstrijd dat we veel meer uit hadden kunnen halen. Willem II, 3 wedstrijden op rij ongeslagen. Is een ploeg extra gevaarlijk die in de winning mood is? Nou ja, kijk, je kent de spelopvatting van Jurgen Streppel. Dat is een trainer die heel graag zijn ploeg wil laten voetballen. Zeker aanvallend denkt. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Voor ons is het natuurlijk heel lastig te bespelen. Aan de andere kant weet je ook dat een ploeg is die vooruit wil. En dus dat geeft automatisch ook meer ruimte aan ons. En niet dat wij per definitie steeds het spel moeten maken. Want dat is nog steeds een verbeterpunt bij ons. Dus ik verwacht wel een wedstrijd wat heel zwaar zal worden. Ik denk dat de ploegen gelijkwaardig aan elkaar zijn op dit moment. Maar wel een hele mooie uitdaging ook weer. Omdat, nogmaals, ik denk dat ook wij de laatste weken, ondanks dat je dat liever uitgedrukt ziet in overwinningen, maar tot nu toe volgens mij 1 wedstrijd verloren hebben in de laatste wedstrijden. En nog vrij ongelukkig ook. Dus dat zegt wel wat ook over onze kracht. Gezien de posities van beide ploegen op de ranglijst, maakt dat voor jullie dit duel de belangrijkste van de afgelopen weken? Nou ja, kijk, alle tegenstanders waar we ons aan kunnen meten op dit moment, daar hebben we te veel punten tegen laten liggen. En wij zullen er alles aan moeten doen om dat te voorkomen tegen deze ploeg. En zeker nu zij in de winning moet zijn, zal het, nogmaals wat ik net al zei, een iets grotere uitdaging zijn. Maar ik verwacht op zich wel een goede wedstrijd, een mooie wedstrijd, omdat van beide kanten zullen we trachten te voetballen. Mike Havenaar viel geblesseerd uit tegen AZ. Hoe gaat het nu met hem? Ja, die heeft nog steeds heel veel pijn. Maar ja, goed, ik denk dat we allemaal wel eens ribben gekneusd hebben. En in dit geval zitten er wat fractuurtjes in. Dus dat is behoorlijk pijnlijk. En dat zie je ook wel aan zijn bewegen. Dat gaat heel moeizaam. Heeft behoorlijk veel pijn. Maar is hier gewoon op de club en laat zich behandelen. Doet de zaken die hij wel kan doen. Dus wat dat betreft, hij wilde eigenlijk spelen 2 dagen geleden. Maar ja, gisteren had hij een beetje een terugslag. En dan merk je dat het wel een behoorlijke blessure is. Heb je al gedacht wie zijn vervanger zal zijn zaterdag? Nou ja, kijk, het meest logische is natuurlijk Gio Korte. Die heeft het in Jong zeker wel aardig gedaan. Maar we hebben ook een aantal dingen uitgeprobeerd. Dus daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar het meest logische zou zijn wel Gio Korte. Het is sale in de fanshop. Ben je op zoek naar een leuk kerstcadeau? Tot en met 25 december geeft ADO Den Haag 20% korting op alle artikelen in de online fanshop en de fanshop in het Kyocera Stadion. Maar dat is niet alles, want op deze pakken geldt zelfs een nog grotere korting. Wat dacht je van dit stoere jack met bijbehorende broek? Van €99 nu voor €69,95. Of dit pak, bestaande uit een stoere trui met bijbehorende broek. Van €89,99 nu voor €59,95. Genoeg keus dus. Gebruik de actiecode KERSTADODH in de online fanshop of kom langs in de fanshop in het stadion. Er wordt hard gewerkt aan de tweede ADO Den Haag documentaire van dit seizoen, De Kerstboom van Co. De afgelopen week praten we al met een aantal hoofdrolspelers. Deze week praten we met Co Adriaanse zelf. Het Atlantic Hotel in Kijkduin speelt een belangrijke rol in deze docu. Nou, vooral buiten hier, waar het wandelpad achter de duinen richting Scheveningse Pier begint. Daar verzamelden we altijd. Dan moesten die spelers met een auto van het Zuiderpark hier komen. Ja, voordat iedereen er is en je kan beginnen. Dus in de voorbereiding vaak. Training op het strand, hier in de duinen.
Okkerburg zijn we ook heel vaak geweest. Maar ook gewoon gedurende het seizoen, vaak met uitlooptrainingen. Maar ook soms bij conditionele trainingen. Dus ja, voor mij herkenbaar, is ook niet veranderd. Vonden de spelers het leuke trainingen hier? Ja, in de zomer heeft er wel wat, denk ik. Dat je aan het strand bent, mooi weer. Maar het was natuurlijk wel zwaar. En voor degene die daar moeite mee hadden, die ja, het niet zo van het lopen moeten hebben, ja, is het natuurlijk niet zo leuk en zwaar. Maar ik vind dat noodzakelijk om een hele goede basisconditie te hebben om vooral het systeem van ons uit te kunnen voeren. Dat kerstboomsysteem, was dat eigenlijk ontwikkeld door het spelersmateriaal? Of was eigenlijk, u wilde graag dat systeem spelen en de spelers moesten zich daarin in gaan passen? Hoe is dat ontstaan? Nou, ik heb natuurlijk toen ik tekende die spelersgroep geanalyseerd. En vooral met Pim van der Meent, mijn voorganger, gesproken. En kwam ik tot de conclusie dat we heel veel aanvallend ingestelde spelers hadden. Die allemaal eigenlijk achter een spits zouden kunnen spelen. Een soort nummer 10. Als je Brammetje Rondberg, Frans Dane, Kruunholz, Harry van der Laan. Later ook Van Eikeren, Marcel Valk. Die kunnen allemaal die rol spelen. Dus daarbij komt Haagse Bluf. Haags kwartiertje. Een sterke selectie die net gedegradeerd is. Maar eigenlijk normaal gesproken sterker moet zijn dan je tegenstanders. Proberen amusement te brengen, dat je die supporters erachter krijgt, Midden-Noord met name. Dus al die factoren bij elkaar hebben geleid tot het ontwikkelen van die manier van spelen. Wat ziet u als hoogtepunt uit die periode? Nou, ik denk de gehele periode wel. Als je het bijna 4 jaar uithoudt bij zo'n moeilijke club en redelijk veel succes hebt, dan is dat eigenlijk achteraf gezien. Mooie periode. Maar ja, hoogtepunt natuurlijk de directe promotie uit de Eerste Divisie naar de Eredivisie. En een aantal wedstrijden, vooral tegen topclubs die je dan wint. Thuis of uit Feyenoord kan ik me herinneren dat we daar, geloof ik, een paar keer gewonnen hebben. Helmond Sport uit, ik geloof 2-8 of zo. Echt van die uitschieters, kampioens. Tenminste de promotiewedstrijd thuis in het Zuiderpark tegen Heracles. Ik geloof dat het 6-0 was. Toen ik aankwam, allemaal slingers en ballonnen die er hingen. Ik dacht, jezus, als het me goed gaat. Dat zijn wel hoogtepunten. Maar vooral ook het leren kennen, zoals jongens zoals René Stam, Gentile, Martin Jol, Lems, Otto, Harry van der Laan. Noem maar op, Kruunholz. Ja, allemaal specifieke jongens en die het eigenlijk nu nog steeds in het voetbal erg goed doen. Dat vind ik ook wel leuk als ik spelers later terugzie als trainer of als analist. Of in ieder geval dat ze nog betrokken zijn bij het voetbal. Hoe kijkt u naar het huidige ADO Den Haag? Er wordt wel eens gezegd, het ADO Den Haag van nu mist een type Cor Lems. Begrijpt u dat? Ja, dat is eigenlijk Tommy Beugelsdijk. Maar die staat dan eigenlijk een linie meer naar achter. Waarbij hij kan nooit zijn stempel op de wedstrijd drukken. En dan kan een centrale middenvelder wel. Maar over het algemeen zijn er buiten Nigel de Jong maar heel weinig echt van dat soort type spelers die echt ballen af kunnen pakken, tackelen, vonk doen overslaan, maar daarnaast ook heel goed kunnen voetballen. Maar goed, ik heb Den Haag na de winst uit tegen Twente bestempeld als de verrassing in de Eredivisie. Want ze hebben op papier een fantastische voorhoede met een spits als Havenaar, Duplan die je kent van Utrecht. Fantastische jongen ook, multifunctioneel is, rechts, links, kan niet spelen, achter de spits kan niet spelen. En Schaken die nog lang niet versleten is. Alberg vind ik een goede nummer 10. Dus als je die vier al bekijkt in aanvallend opzicht, heb je al een heel aardig team staan. Nou, dan moet je het voor de rest nog invullen. En ja, zo slecht materiaal hebben ze natuurlijk niet. Het ontloopt elkaar in de Eredivisie. Echt van plaats 10 tot 18 of 9 tot 18 ontloopt het elkaar niet zoveel. Dus wat u betreft kan het zomaar weer eens een stijgende lijn in de prestaties kunnen komen behouden? Ja, dat denk ik wel. Ze hebben wel ook een trainer als persoonlijkheid, vind ik. Die altijd rustig blijft en eerlijk is, objectief. Zegt zoals het is. Ja, dat kan zo weer omslaan. De kerstboom van Co.
zal woensdag 23 december om 10 uur 's avonds op Fox Sports 1 in première gaan. Spelers die 100 wedstrijden of meer voor ADO Den Haag hebben gespeeld, komen terecht op dit bord in de hal van het Kyocera Stadion. Vito Wormgoor is een van de namen die pas is toegevoegd. En we spraken met hem over zijn hoogtepunten bij ADO Den Haag. Vito Wormgoor, we staan hier voor het bord van 100, de club van 100 waar jij onlangs naartoe bent gevoegd. Kan jij je debuut nog herinneren voor ADO Den Haag? Ja, dat is een tijdje terug natuurlijk. Volgens mij was het Vitesse uit. Het was een gelijkspel, als ik het goed heb. Was je zenuwachtig van tevoren? Nee, want ik ben best wel vroeg al in de voorbereiding ingestroomd, zeg maar. En ik heb de groep goed leren kennen en we hadden al een vaste, best wel aardig vaste groep, dus die was al snel op orde. En natuurlijk komen er wel wat spanningen bij kijken, zoals de wedstrijdspanning, adrenaline en dat soort dingen. Maar als je eenmaal gaat beginnen en je speelt je wedstrijd, dan is het gewoon lekker om te voetballen. Wat is jou nou in die 100 wedstrijden het meest bijgebleven? Toch wel dat we bijvoorbeeld de eerste 2 jaar was er natuurlijk ook wel wat onrust en zo. Maar daar hebben we toch wel structureel gewoon goed gepresteerd. Vooral het eerste jaar. Het tweede jaar volgens mij allebei de 9e plek geëindigd. Het derde jaar iets minder. En het vierde jaar hoop ik wel weer misschien in die top 10 ergens te eindigen natuurlijk. Maar natuurlijk een mooie knal, een mooi doelpunt voor mij in mijn tweede wedstrijd, eerste thuiswedstrijd voor mij. En dat zijn wel dingen die bij zijn gebleven. Als je één moment zou kiezen, dan is dat het doelpunt? Ja, ik denk het wel. Ja. Welke wedstrijd was dat? Dat was thuis tegen RKC. Ja, ik was een afgeslagen bal en ik verleng hem weer eigenlijk door met mijn hoofd. Ik draai me gelijk om en de bal die komt terug en ik neem me in één keer om pantoffel, zeg maar. Hoe voelt het nou om op een bord te staan tussen namen als Aad Mansveld, Lex Schoenmaker, die al tussen de 500 en 300 wedstrijden van onze club hebben gespeeld? Ja, dat doet wel wat met je. Ik bedoel, ik vind het al een hele eer dat ik hier mag voetballen. Ik bedoel, het is Eredivisie, het is een mooie club, een echte volksclub. Ik bedoel, daar denk je soms niet helemaal bij na. Nogmaals, ik vind het een eer om tussen zulke namen te staan. En dit was ADO TV voor deze week. Zaterdag speelt ADO Den Haag thuis tegen Willem II. En kaarten voor deze wedstrijd zijn te koop via adodenhaag.nl/kaartverkoop. En we blikken terug met 5 doelpunten uit het verleden. Tot volgende week. Tininho. Geen buitenspel voor Elia. Elia met de eerste open kans voor ADO. Iedereen staat al. En Elia scoort. Het is de 8e minuut. En ADO komt in het Zuiderpark op voorsprong. Die kiest een verkeerde route. Zeker met Mols in zijn buurt. Kolk. En dat is 2-0. En binnen 20 minuten staat ADO voor met 2-0. Aarts op de doellijn. Van den Berg achter de bal. Ricky van den Berg door de muur en in de goal. Jawel. Ricky van den Berg brengt ADO Den Haag op een 1-0 voorsprong. Sherry. Meijers van Duinen. En dan is het alsnog 2-0. Mike van Duinen. 88ste minuut. Op Malone. Daar was tweeën. Kramer. Draaien, draaien. Kramer, Kramer. Oh! Ja, je zal hem maar in je ploeg hebben.